In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uw gastheer. Heer van Eersel. Goeiedag, dames en heren. Ja, u hoort het goed. Dit is Peer van Eersel. Ik was besloten door Toon Sporenberg dat ik het vandaag eens alleen ging presenteren om gewoon weer eens helemaal in te geraken. Maar ik ga snel beginnen, want meteen na de uitzending moet ik naar de kapper, want ik krijg ook een korte kop. En ik was daar wel aan toe, dus ik ga meteen beginnen met sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel met sportnieuws. Ja, u heeft het natuurlijk gemerkt. Het was bij om en nabij de Grafheuvel vorig weekend. Het was natuurlijk een drukte van belang. Allerlei bussen bejaarden werden aangevoerd en aanhangwagens met fietsen erop. Speciale fietsen, want ook in Bergijk is het doorgedrongen. Fietscrossen voor bejaarden. Het is in Amerika begonnen in de jaren 70. En nu is het ook hier in Bergijk. Er zijn al een stuk of 172 leden van de ouderenzorgvereniging Sint-Jozef die er enthousiast aan het fietscrossen zijn gegaan. De bejaarden leren dan heel goed met de fietsen omgaan. Ze leren goed sturen, snel handelen. En naast kracht is er veel behendigheid nodig om een goede fietscrosser te zijn. Vanaf 72 jaar kunnen de dames en heren al komen trainen. En vanaf 82 jaar kan men al aan wedstrijden meedoen. Maar er zijn ook nog heel wat 90'ers die al nog heel fanatiek meerijden. Het fietscrossen voor bejaarden wordt beoefend op een speciale baan. Zo, die is aangelegd rond de Grafheuvel. Van zo'n 300 en 400 meter lengte met verschillende hindernissen. Er wordt gestart vanaf een startheuvel, waardoor er gelijk al een behoorlijke snelheid is. En dan zijn er bepaalde springschansen zitten erin. Daar gebeurt nog wel eens een ongelukje. Maar voor het komend weekend staan er weer wedstrijden op het programma. Dus komt u allemaal naar de Grafheuvel. En moedig de bejaarden aan bij het fietscrossen. Tot zover. Zet Bergijk op de kaart. Mijn naam is kolonel Vierman, kolonel buitendienst, woonachtig te Bergijk. Ik wil Bergijk op de kaart zetten, wel door middel van het volgende. Bergijk is toe aan een eigen leger. Iedereen weet dat het in potentie aanwezig is. Als ik kijk naar de agressie onder de jongeren, hoeven wij dat alleen maar te kanaliseren naar een schitterend leger. Jongens en meisjes, het maakt mij allemaal niet uit. Iedereen kan één groot leger vormen. En dan zetten we Bergijk op de kaart en dan kunnen we aan de slag. En dan is natuurlijk de consequentie dat wij ook, zoals al die andere landen, massavernietigingswapens aanschaffen. Dat was het.
Goeiedag, dames en heren, dit is Peer van Eersel. Ja, en ik heb hier tegenover mij een bergeikenaar. Ik mag wel zeggen een boom van een bergeikenaar. Een nogal onzagwekkend postuur. En het postuur behoort toe aan... Joep van Hulst. Joep van Hulst, goeiedag. Joep, jij wilde graag op Radio Bergeik. Jij hebt ons een paar keer gebeld. Ja. En jij zit met iets. Jij wil graag... iets zeggen, iets mededelen. Ja. Iets te berde brengen. Ja. Nou, ik wil als het mag beginnen met een gedicht wat ik geschreven heb. Waarin eigenlijk een soort samengebald zit wat ik. Waar ik mee zit en waar ik de laatste tijd nogal mee bezig ben. Nou, dat is het een lang gedicht? Nee, het is een vrij kort gedicht. Ik ben er wel lang mee bezig geweest, maar het is uiteindelijk een vrij kort gedicht geworden. Het is gericht aan alle wereldleiders eigenlijk. Goed, Tedje, zet even gedichtenmuziek erachter. Lees maar voor. Geachte wereldleiders. De haat vernauwt uw haviks oog. Geen vredesduif is nog in tel. Ondanks uw hooggestemd betoog stinkt elke oorlog als de hel. Tedje, zet die muziek maar weer uit, want het is afgelopen. Dit was het gedicht. Dus. Het gaat dus over de oorlog. Ja. De oorlog in het algemeen? Ja. Alle oorlog? Ja. Want daar heb je ervaring mee. Ja, ik... hoe moet dat zeggen? Als 18-jarige had ik last van... algehele onvrede. En overmatige agressie. Maar dat is niet ongewoon hier in Bergeijk, voor een jonge knaap. Nee, maar ik zeg er ook bij, naar Bergeijkse maatstaven, overmatige agressie. Dus je hebt normale overmatige agressie, zoals die in Bergeijk welig tiert. En daarnaast heb je nog weer een overmatige agressie. Nou, die had ik. Toen heb ik mij aangemeld bij het vreemdelingenlegioen. Om waar ook ter wereld te vechten. Dat heb ik 30 jaar gedaan. Ik ben in alle brandhaarden van de afgelopen 30 jaar ingezet. Ik heb dat destijds met veel plezier gedaan, moet ik zeggen. Maar ik ben nu 3 weken thuis. En nou komen die beelden op je af, hè? Wat voor beelden komen er dan op je af? Ja, dat zijn beelden. Hoe zal ik dat nou eens eventjes kort uitleggen? Je moet je voorstellen, ik was in Vietnam. Ik was in Kosovo. Ik was in Israël. Ik was in Rwanda. Ik was overal. In Tsjetsjenië ben je geweest? Tsjetsjenië ben ik geweest. Namibië ben ik geweest. In Koerdistan geweest? Koerdistan ben ik geweest. En kijk, op het moment... In de Punjab? In Punjab ben ik geweest. En... je moet je voorstellen, als je er middenin zit, dan je krijgt een enthousiasme, maar je dendert met tanks door dorpen heen, bijvoorbeeld. Hè? Je vindt ergens een schuilkelder met daarin 6 families en daar gooi je een granaat in. Je vierendeelt mensen, je rijdt ze open met bajonetten. Omdat het je werk is? Omdat het je werk is, natuurlijk. En ik moet zeggen, sinds ik terug ben... Ja, beginnen die 30 jaar me toch enigszins in de weg te zitten. Ik heb er nare dromen over. Beelden van dat je met je maten op tanks door de woestijn dendert. Hè? Dat je burgerdoelen beschiet. Je mortiergranaten door huizen jaagt. Dat je met panzervoertuigen over vrouwen en kinderen scheurt. Maar ja, daar hoef je niet schuldig om te voelen, want het was toch gewoon je werk, daar word je voor betaald. Ja, dat zou je zeggen.
Dat zou je zeker zeggen. Maar ik heb nou toch een paar dagen al dat ik echt 's ochtends wakker word en dat ik denk, hè, jakkes nou. Zit dan even niet lekker, weet je wel. Maar goed, maar ja, wat is nou je drentelt een beetje om de hete brei heen, als ik het zo mag zeggen. Want er zit nog iets wat je kwijt wil, zie ik aan je. Ja. Ja, ik zoek naar de goede woorden. Even zoeken. Het is eigenlijk... Heb je last ergens van? Nou, ja. Last. Ja. Kijk, nou, ja. Wacht even. Ik heb ook... hoe zeg je dat nou? Voor de vrouwen. Die je doodgemaakt hebt? Ja. Ik wil tegen al die vrouwen eigenlijk zeggen... een goede BH doet iets voor je. En daarom zijn er BH's voor verschillende draagmomenten. Je hebt functionele BH's die goed ondersteunen. Er zijn heerlijke, soepelijke basics. En er zijn ook pure mooimakers. BH's die het lichaam versieren, decoreren. Maar die draag je natuurlijk dan niet om te sporten. Want daarvoor zijn weer sport-BH's ontwikkeld. Vaak zonder beugel. En gemaakt van een stevige, ademende stof die de borsten beschermt en vocht toelaat. Maar... kijk, juist omdat het décolleté de komende zomer weer in het oog springt... en de bovenmode mooie transparante blouses en strakke topjes voorschrijft... is model, kleur en dessin van de BH die eronder gedragen wordt... gewoon minstens zo belangrijk. Ja, en daar schiet je dan 's nachts mee wakker? Ja. Dan denk ik weer aan al die slappe, dode jopen waar die vrouwen mee rondlopen. De BH is niet voor niks uitgevonden? Nee. En ik weet ook nog precies hoe mijn... overmatige agressie is begonnen. Dat is gewoon dat vrouwen die gaan naar een winkel en die weten dan precies de bekende cijfer- en lettercombinatie voor de BH die ze moeten hebben. Maar dan vraag ik me af, is de maat van gisteren ook nog wel de maat van vandaag? En zit maat 75C bij het ene model net zoals bij het andere model? Maar dat zag je over de hele wereld. Dat... ja, veel vrouwen die gaan bij de aankoop van een BH voor één maat de winkel in. En die komen met een andere BH-maat naar buiten. En dat is in de Punjab, en dat is in Grozny. Tsjetsjenië. Rwanda. En Koerdistan, dat is overal één pot nat. Overal één pot nat. Kijk, want het lichaam van de vrouw verandert altijd in de loop der tijd. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Je wordt dikker, dunner, je hebt een kindje gekregen, of je bent wat ouder geworden. Terwijl de nieuwe materialen zijn soepeler, zachter en elastischer. En ook de pasvorm en het comfort zijn ontzettend verbeterd. En waar ik ook kwam ter wereld... allemaal hetzelfde. Ik zou willen dat er over de hele wereld een driedaagse cursus was. Voor de BH. Laagsters. Ja, sorry, ik krijg het ook. Nou, daarom dat jij nu ook in dienst bent getreden bij Anku. Ja. Jij staat daar nu achter de toonbank. Ja. Waar normaal een middelbare dame staat die alles weet van het vrouwelijk lichaam. Ga jij daar nu de dames aan de BH helpen? Ja. En denk je daarbij je agressie in toom te kunnen houden? Dat zal per geval verschillen, denk ik. Nou, dat is toch een geweldig voorbeeld. Ik ben blij dat je toch uiteindelijk gezegd hebt wat je wou zeggen. Dat iemand die zijn hele leven, ja, echt huurling is geweest... ja. Dat hij nu al zijn ervaringen ten dienste zet van de BH. En ja. Van de vrouwelijke buste. Ja, excuus dat ik in het begin er een beetje omheen draaide met wat... ja, maar het is natuurlijk een heikel probleem en dat begrijp ik best. En ik zag je worstelen en ik vind je een hele sympathieke man. Ja. En als ik een vrouw was, zou ik meteen naar Anku gaan... omdat ik door jou wel in een BH geholpen zou willen worden. Nou, ik wil heel hartelijk bedanken dat u toch erin geslaagd bent... om mijn echte mededeling uit mij te ontlokken. Nou, daar ben ik radio bam voor. In hart en nieren. Chapeau. Kom, we gaan naar Beeks. Dan krijg jij van mij een kopstoot. Nou, lekker. Je bent een goede man. Dank je.